Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vrijdag. Ze zijn lekker aan het spelen. Dat is heel leuk, weet ik niet. We hebben een huis gebouwd en er zit een bedje in. Van het toiletje. En de ene gaat dan het poppetje even op het toilet zetten. Dan moet ze plassen, poepen. Dan gaat ze vervolgens applaus geven. En dan legt ze in bed en dan gaat ze slaapkindje slapen zien. Is te komisch. Maar goed, nu is Niels ook gezellig mee gaan spelen. Dit is de laatste officiële vrije dag, zeg maar. Daarna is het weekend en dan begint school weer gedeeltelijk. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Vandaag huizen schoonmaken, wat voor mijn werk doen. En ik ga een klus oppakken, maar daarover later meer. En nu ben ik me even aan het opmaken. Ik heb weer eens de Bahama Mama van de Balm erbij gepakt. Dit is een bronzer. En ik heb nog mijn hele make-up stash opgeruimd. Ik heb ook deze blush kit weer herontdekt. En dit is de L'Oreal Infallible Blush Paint in Ambers. En ik weet niet waarom, maar dit ruikt echt enorm naar aardbei. Maar ik vind dit wel een mooi paletje. En dan met name. Die kleur en die kleur die daarnaast zit. Dus ja, ik ga nog even mascara opsmeren en wenkbrauwgel. En dan geloof ik het wel weer voor vandaag. En dan ga ik zo aan de slag. Nou, de kist zit even een film te kijken. Ik ga even mijn voorwerk doen. Dit is wel interessant. Ik ga dit muurtje afmaken. Deze. En deze. Want nou ja, we hebben hier ooit een extra kamer natuurlijk gemaakt om een kamer voor Edin te maken. En toen is dit ook gebouwd. Alleen we hadden eigenlijk nog andere plannen. Maar het vond ik uiteindelijk ook niet helemaal top. Dus toen hebben we het eigenlijk nooit meer afgemaakt. En dat is natuurlijk altijd heel irritant als je dat niet doet. Dus dat ga ik nu wel doen. Dat wil ik vandaag in ieder geval een beginnetje aanmaken. Ja, ik doe nu alvast wat voorwerk en als de kids dan straks weg zijn, dan ga ik daarmee verder. Oh ja, verder dit weekend natuurlijk uiteraard geen plannen. Ik hoor je er even bij zitten. Maar het is wel moederdag, dus dat ga ik sowieso vieren. En mijn beste vriendinnetje is bevallen. Dus misschien een raamvisite. Ik weet het niet. De cadeautjes liggen klaar. Maar ja, het hangt ook heel erg vanaf. Ja, hoe ze eraan toe zijn. En nou ja, weet je. Kijk, ik heb altijd zoiets, weet je. Toe vooral wanneer je al was het over 3 weken. Dat zal wel niet. Maar ja, het lijkt me wel heel bizar. Want zij heeft echt Edin. Want het was ook weer omdat ze op vakantie ging. Heeft zij Edin met echt de dag na geboorte vastgehouden. En ja, ik zal haar dochtertje nu niet vast gaan houden. Dus dat is ook wel heel, heel bizar. Nou ja, goed, anyhow. We willen zondag even op moederdag dus even naar mijn moeder gaan. Mijn ouders eigenlijk. Dan wil ik misschien even nog wat voor bakken met de kids. Maar moet ik even kijken of dat lukt. En ja, dan ook maar een beetje weer het schema gaan doen voor school en zo. Want ja, nu is het allemaal iets tranquilo 's ochtends. Maar goed, dat is er straks niet meer bij. Dus ja, maar goed, nu ga ik eerst ik heb allemaal filmpjes gekeken van, we hebben hier glasvezelbehang op zitten. Hoe je dat kan repareren. Het is hier natuurlijk niet kapot, maar ik moet het gewoon mooi aansluiten. Ja, dus daar ga ik, dus daar heb ik filmpjes van gekeken. Dus ik ben heel benieuwd. Hi, heb je slippers uitgedaan? Ja. Ja? Ik wil mama doen. Mama is aan het vertellen. Kijk, nee. Is Nijn daar? Ja. Oh. Ja. Ach, project Muur gaat goed. Ik heb de lastigste baan gehad. Dat was namelijk nogal ingewikkeld. Kijk, ik moest namelijk deze hoek doen. Maar hier zit een verlaging. Dus ik moest zo en dan moest ik zo door. En dan zo. Nou. Kijk me gaan, jongens. Kijk me gaan. Ja, het is natuurlijk nog nat van de lijm. Maar ik ben trots op mezelf. Nu moet ik dus nog daarboven langs. En dan
moet ik hier naar beneden de hoek om. En dan komt nog even een klein tricky puntje hier. Want ik heb hier nog een stopcontact zitten. Maar ik heb goede hoop. Dan moet het 12 uur drogen en dan kan ik het morgen overschilderen. We hadden nog verf staan. Eigenlijk hebben we bijna alles van wat ik nu gebruik hadden we nog liggen. Gelukkig. Dus het glasvliesbehang of glasweefselbehang had ik nog. Ik heb alleen nieuwe verfkwasten gedaan. Want ja, dat gaat natuurlijk altijd. Het blijft niet goed. Ik heb zo'n rol voor op de vloer, zeg maar qua bescherming heb ik er nu niet op liggen. Maar de verf heb ik dus ook nog. Er staat één keer dekkend. Ik kan me herinneren dat het niet zo was. Maar je weet het niet. Weet je, het zou toch mooi zijn. En dan neem ik even het andere stukje van de muur mee. Dat ga ik niet ook behangen. Maar dan neem ik wel even mee met verf, want dan ziet het er allemaal weer mooi fris uit. En dat is echt zo'n stukje bij de deur waar het alles tegenaan komt. Dus dan kan ik dat mooi even doen. Dus ja, muy contenti. Kan ik wel zeggen, so far. Het is nu 12:30. Ik ga echt kapot van de honger. Omdat je natuurlijk de hele tijd bezig bent. Dus ik ga eventjes... Ik heb trouwens mijn klus outfit aan. Een kort broekje, want het lijkt me handiger. Het is echt mega lekker weer. Als ik dit klaar heb, misschien zelfs ook het schoonmaken voor een deel, ga ik sowieso in de zon zitten. Goed, ik heb wraps. Ik had nog één normale wrap. En verder heb ik van die wortelwraps. Dan doe ik daarin worteltjes, bietjes. En ik heb nog van die snackpaprika's, die doe ik even in stukjes. Ik heb nog een klein restje sla. Dan Philadelphia erop en een beetje sladressing. Daar maak ik eerst de groenten weer aan. Ik had mijn telefoon. Ik zit helemaal op mijn telefoon. Omdat mijn beste vriendinnetje is bevallen. Hier staan dat mijn beste vriendinnetje is bevallen. Dus ik wil heel erg weten hoe het ging en zo. Maar ik dacht, ik ga vooral niet aandringen. Want dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Maar het is echt een ontzettende poppendijn. Kleine meid. Ik moest er wel heel erg om lachen. Ze zei, net als ik, enorm over tijd. Volgens mij, ook zij was nog verder dan de eerste. En ze inleiding in ons zwem. Maar die, ze zei dus nu van dat haar kindje niet, nog niet echt in haar eigen bedje wil liggen. Want dacht ik, ja, dat had Eden ook niet, Niels trouwens ook niet. Maar dat is ook niet zo gek als ze natuurlijk bijna 42 weken in je buik zit. Die denken, joh, ik ga in een bed liggen. Maar ja, op dat moment denk je, ja, dat is heel leuk, maar ik moet af en toe ook plassen. En slapen en plassen is niet zo'n goede combinatie. Ik zie mijn batterij liggen, dus die ga ik eventjes opladen. Maar ja, het is zo leuk. Het is echt zo gek om in deze tijd te moeten bevallen, lijkt mij. Goed, waar is mijn oplader? Ik ga hem even opladen en dan ga ik eten. Zo, ik heb even gedoucht, want ik had overal jeuk van dat spul. Maar mijn werk, sorry dat niet op mijn doek was, een soort doekaanval. Ik weet niet waarom. Het zit er allemaal op. En hier ook. Stop. En ik heb nog het huis schoongemaakt. Nu ben ik kapot. Morgen verder. En de kids komen nu uit. Goedemorgen deze morgen. Ik ben alles aan het afplakken. De klus die ik altijd het meest haat. Dat doe ik allemaal in mijn pyjama. Want ik ga dan weer nadouchen. Ik heb geschilderd. Maar goed, ik moet een heel stuk afplakken. Want ik kan moeilijk halverwege een muurtje stoppen, zeg maar. Tenminste, dat staat natuurlijk niet mooi. Dus ik moet even iets meer verven dan wat ik gisteren heb geplakt. Maar dat... Dat komt goed natuurlijk, dat komt goed. En ik dacht misschien ook, zit er een paar van die vieze plekjes op andere stukken. Kijk hier bijvoorbeeld. Ik dacht misschien neem ik dat ook even mee. Maar dan ga ik dat even afplakken hoor. Ook dat ik wel een kwastje heb. Zo, ik heb alles afgeplakt en de vloer ook. Daar staat alles klaar. Nu ga ik de verf mee. Dit is altijd het meeste werk en het is ook weinig inspirerend. Ja, we gaan zo eten. Wat hebben jullie voor moois gebouwd? Een trein. Wauw, gaat hij om het huis heen? Ja. Heel goed. Hé, Eden, je kan ook zo staan. Dan gaat de trein onder je poortje door. Nee. Nee? Je vindt de trein leuk en spannend, hè? Nee. Kijk uit voor Poesje, hè? Ziet Poesje ineens je hand voorbij vliegen. Eden, kijk. Daar komt hij, daar komt hij. Kijk. Ja!
Wat is dat? Kanker. Ja. Nou, ik ben gedoucht en opgemaakt. En hoe ik mijn pupil eens is te bedekken. Maar ik heb het idee dat het in één keer gedekt is. Oh, ik ga het laten zien. Kijk, het lijkt alsof het in één keer gedekt is. Yes. Vooral deze kant is echt magisch goed gelukt, al zeg ik het zelf. Hier zie je gewoon heel strak eromheen. Netjes uit. En ik heb dus dit stuk muur ook weer meegenomen. Wij zijn memory aan het spelen. Daar ben ik uitermate slecht in. Deze. En deze. Oh, ik ken deze film. Ja. Het is zo hard gegaan. Dan mag ik iets gestructureerder te werk. Goed. En we gaan straks een ijsje halen, onze favoriete ijszak. En dan op een rustig plekje wakker zit. En dan gaan we die op een rustig plekje opeten. Lekker buiten ergens, want het is vandaag de laatste lekkere dag. Nou, wij staan in de rij. Voor de ijszak. Iedereen heeft een broekje aan van de Zara. En Niels heeft een broekje van de Zara en een shirtje van Via Zalando. Met een dino achterop. En hij zit inmiddels lekker in het zand. Tenminste, wij niet. Wij zitten op een kleedje. Ik heb even wat groenten. Ik heb naar de buren te kijken. Ik ga hem opleggen. Oké, je moet het bakje even negeren, maar ons vaatwas is nog steeds stuk. Dus we eten het nog uit het bakje waarin het geserveerd werd. Maar we hebben weer de chocoladetaart erbij. Nom, nom, nom. Ik zit lekker op de bank, make-up eraf. Ik heb net nog eventjes wat ze laten zien. Van afstand, want ik ben te lui om op te staan. Ik heb die muur, daar nog een stukje. En bij de speelhoek heb ik gewit. Tenminste, we hebben dus exact nog dezelfde verf als van toen we hier kwamen wonen. En ik heb daarmee gewoon de stukken zeg maar, die vies waren, heb ik eventjes een likje verf gegeven. En het knapt echt mega van op. Ik ben er echt super blij mee. Dus nu staat alles even van de wand af. Ik heb er gewoon nooit van gehoord waar ze doorheen gespoten worden. En dat is waarschijnlijk ook de reden. Over een uurtje is het helemaal droog en dan zet ik alles weer tegenaan. De gang is ook af, dus ik ben helemaal blij. En dan hebben we dus deze kleur ook nog liggen. Dus ik denk dat ik dat misschien ook nog wel eventjes ga doen. Eén deze dagen. Dat knapt er gewoon best wel van op. En het is een kleine moeite. Zeg maar, dat behangen was natuurlijk heel veel werk, maar dat verf is niet zoveel werk. In mijn hoofd is altijd heel veel werk, maar het valt heel erg mee. Dus daar ben ik eigenlijk wel heel content die mee. Ik heb daar nooit echt over nagedacht. Eerlijk antwoord. Nee, ik heb het gewoon... Sandy heeft weer een avond met vrienden achter de computer. Volgens mij doen ze normaal ze poker of zoiets. Maar nu ging ze geloof ik een quiz doen. Ja, ik weet niet. Ik ga gewoon lekker relaxen. Mega spierpijn hier. Van mijn blijkbaar werk wat ik niet zo vaak doe. Wauw! Hebben jullie dat voor mama gemaakt? Kijk wat er wordt gehaald. Wauw, een cadeautje. Voor mij? Nou jongens, wat lief. Zit er iets in de buik wat ik in de douche kan gebruiken? Ja. Dan ga ik het even openmaken. Nee. Even kijken. Nee, ik heb het mooi ingekleurd. Je hebt het heel mooi ingekleurd. Van mama proeven. Oh, die vindt mama zo lekker. Oh, dankjewel. Hartstikke lief. Dankjewel, Elin. En ik heb nog niets. Heel lief, jongens. Dank jullie wel. Lekker rituals. Goedemorgen, het is dus moederdag. Ik ben erg verwend.
Maar nu moet er weer gewerkt worden. Ik ga even nog schilderen, want ik zag nog wat plekjes. Sven ook. En dit heb ik dus helemaal mooi wit gemaakt. Maar daar zit zeg maar boven de... Daar zit hij boven de kachel een stukje. Dus dat wil ik eventjes... En daar zie je dat. Van de warmte. Dus dat ga ik nog eventjes doen. Want nu heb ik de gear nog. Nou, we zijn even gezellig bij mijn ouders geweest. Volgens mij heb ik daar niks van gefilmd. Maar even dus naar mijn mama voor moederdag. Nu heb ik mijn huispakje aangetrokken. Ik ben best wel moe om een of andere reden. Dat vind ik toch. Sven gaat sporten. Ja, dat is niet zeker. En Ele wil eigenlijk ook meedoen. Dus ik moet even kijken of dat een hit wordt. Ik heb mijn moederdagbloemen. Die ik net gekregen heb een beetje verdeeld over... Alle, tenminste net vanmorgen gekregen, een beetje over alle vaasjes verdeeld. Zo. En hier ook nog. Daar ligt er eentje te slapen. Bij het open raam, want dat wilde hij graag. Hij was moe, en dat snap ik. Ik ben ook moe. Dat is echt... Ik ben nog steeds zo vaak zo moe. En dat is echt zo niet mij. Als je 100 mensen zou vragen om mij te omschrijven, zou er denk ik niemand moe gebruiken. Als in, zeg maar, niet energiek, zeg maar, laat ik het zo zeggen. Ik ben altijd heel erg happy cheerio. Boep, boep, boep. En dat is ook wel iets wat ik merk. Wat ik ook totaal niet... En die moeheid, ik vraag me af, komt dat dan nog steeds door die longontsteking? Want ze zei dat dat een half jaar kon duren. Nou, het is nu 2-3 maanden geleden. Maar dat vind ik zo raar. Maar goed, misschien is dat het wel. Maar, ja, want dat heb ik eigenlijk sinds die tijd. Dat ik dan echt ik gewoon al moe opsta. Dat ik echt denk, het wordt er dan niet beter op gedurende de dag. Maar goed, stay strong. Nou, wat ik dus ook merk met deze tijden, is ik ben echt normaal, ik denk dat de meeste mensen mij als super optimistisch en positief beschrijven. Toevallig kreeg ik net een spraakberichtje van een vriendinnetje die ook altijd zei van, je bent echt een van de personen, van de personen die ik ken, degene met de meeste humor. Een van de personen met de meeste humor en ik ben altijd zo optimistisch en vrolijk. Ik wil je gewoon heel graag zien, hoe sta jij in de regels en met corona en zo, bla bla. En ik ben altijd vrolijk en optimistisch, altijd. Maar zelfs ik merk dat ik dus nu, waarom focus je op de stapel was, in plaats van op mij, camera. Ik bedoel, dat hebben we niet afgesproken. De was is trouwens opgevouwen, moet ik alleen nog even opruimen in de kast. Maar de jurkjes heb ik altijd hangend en een heeft nu een broek boven gegooid. Maar dat er zijn. Maar dat ik dus merk dat ik soms echt gewoon een baaldag heb. Nou, dat heb ik normaal gewoon niet, het bestaat gewoon niet in mijn woordenboek. Maar dat ik nu... Ik heb het nu 2 keer gehad. Vorige week. Maar niet afgelopen woensdag, maar die woensdag daarvoor. En afgelopen, wat was het maandag? En die woensdag heb ik ze op een gegeven moment ook gewoon maar halverwege de dag gezegd, we scheiden me uit. Of nou ja, na 2 uur werk of zo. Ik dacht, ik ga gewoon klussen in het huis. Want ik kon er gewoon niet uitkomen, zeg maar. Ik kon me niet concentreren. En ik was alleen maar... Nou, dat is gewoon echt niet ik. En dat had ik ze afgelopen maandag. Maar ja, toen had ik alleen maar overleggen. Dus toen heb ik me daar gewoon overheen gezet. En normaal is dat ook prima. Maar woensdagje kwam ik alle zooi op me af, zeg maar. En dacht, ik moet gewoon even opruimen. Maar het is zo, ik ben het gewoon zo niet van mezelf gewend. Dat ik dan ook echt een beetje denk van, wat heb ik? Moet ik ongesteld worden of zo? Maar dat is het dan niet. Maar goed, aan deze pukkel zou je wel zeggen dat het zo is. Maar volgens mij is het nog niet zo ver. Maar goed, dat soort momenten heb ik dus wel eens. Maar ik vind die vraag dus ook heel lastig van... Of hou jij je aan de regels? En natuurlijk hou ik me aan de regels. Maar Sven, ik heb daar ook wel gesprekken over. Want wij zijn daar heel streng in de regels. En ja, een beetje gevoel dat we soms het beste jongetje van de klas zijn, zeg maar. Terwijl wij doen dat gewoon voor de gezondheid van de mensen om ons heen. Zo simpel is het. En dan natuurlijk met name mijn ouders. Nou ja, goed. Nu liggen kiesjes dus allebei even te rusten. Sven is even in de supermarkt. En nu twijfel ik. Ga ik slapen? Dat vind ik echt een waste of my time. Ga ik een boekje lezen? Of val ik dan alsnog slapen? Ik ben bijna klaar met het
derde of vierde deel van Zeven Zussen. Of ga ik even puzzelen? Ik denk dat ik ga puzzelen. Wij gaan lekker borrelen. Goedemorgen, het is maandag en ik ben helemaal vergeten de vlog af te sluiten. Vandaag gaan de kids weer naar school en het kinderdagverblijf. Dus het is een spannende dag. Ik heb gisteren nog even mijn wenkbrauwen geverfd. Ik voel me weer als herboren. Goed me opgemaakt. We gaan weer een beetje in het oude ritme, maar ja, eigenlijk maar voor 2 dagen in de week. Maar we hebben wel mijn ouders afgesproken dat zij dan op de andere dagen die zij doen, zeg maar, die wij niet doen, dat zij dan ook iets eerder komen, zodat we niet 2 totaal verschillende ritmes hebben. We proberen door de week wel weer een beetje het schoolritme aan te houden, maar op de niet-schooldagen, want ze gaan natuurlijk niet elke dag naar school, even in dag 5. Op de niet-schooldagen dat er wel een beetje dat ritme houdt, of dan niet zo vroeg, maar wel gewoon wat eerder dan normaal, om toch weer een beetje in het stramien te komen. En niet dat zeg maar die 2 dagen echt voelen als van oh, wat moeten we veel op de vroege morgen. Dus ik ben heel benieuwd. En daarmee ga ik ook de vlog afsluiten voor dit weekend. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te kijken. Als jullie dit zien, zitten ze alweer 1 of 2 weken op school. Dus ik ben heel benieuwd wat dat voor effect heeft. Dan gaat de horeca ook weer open en zo. Dus ja, ik ben heel benieuwd. We houden het in de gaten. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel graag volgende week bij een nieuwe vlog. En sorry trouwens voor dat mijn vlogs soms zondag niet online komen. Mijn brain is zo ik weet niet meer welke dag het is. Dus mijn normale systeem van wanneer ik een video bewerk en upload, dus het loopt helemaal zo bij mij. Dus dan denk je ineens, oh nee, het is al zondag. Of zaterdagavond zit ik nog tot laat dat te doen. Dus ik ben een beetje in de war. Dus soms is hij ineens niet online. Maar fijn dat jullie me erop attenderen. Want dan kan ik het alsnog heel snel. Meestal heb ik hem bijvoorbeeld ook al wel bewerkt. Maar gewoon nog niet online gezet. Weet je, dat soort dingen. Nou, goed, de waan van de dag. Het haalt me hierin. Nogmaals super bedankt voor het kijken. En heel graag tot volgende week. Doeg!